Flits, we staan hier voor het lelijkste gebouw van Amsterdam. Dat moet u wel wat zeggen. Wat zal ik ervan zeggen? Waarvoor is het lelijkste gebouw? Ik weet het niet. Ik ben niet zo architectonisch om dat te zeggen dan mijn visie en mijn gedachten over te geven. Want ik vraag me af, zeg ik, geef ik dan wel de juiste gedachten en de juiste visie? U hoeft het nooit te beoordelen, gelukkig. Hè? U mag het ook slopen. Ik ben blij als een opdrachtgever bij ons komt en zegt, maak er eens een prijs voor. En als je dan aannemer kan worden, is het natuurlijk heel erg interessant. Want het is ons bedrijf, het is onze business, dus het is ons brood. Ja. Ze moeten naar een bakker gaan om brood te halen. Ze komen ze bij Van Vliet om een gebouw te slopen. Ja. Of wat er, dat kan van alles zijn. Ik kan een gebouw zijn, ik kan een brug zijn, een bunker, woningen. Nou, noemen wij slopen alles. Zo'n gebouw is natuurlijk neergezet om nog 100 jaar mee te gaan. Dus het lijkt me een zware klus. Ja. Nou ja, het is een zwaar gebouw. Een degelijk gebouw. Ik vraag me af met mijn nuchtere verstand waarvoor moet dat gesloopt worden. Het is zo'n kwalitatief goed gebouw. Ik dacht, hier zou je alles van kunnen maken, nog, door veel wijzigingen. Dat gebeurt meer in de maatschappij. Dat is nou een gebouw wat is niet meer aanvaardbaar voor de huidige regels. Aanpassen, maar ja goed, hogere goden die beslissen anders. En dan zeggen, nou het moet weg. Nou ja goed, oké, als het in zo wezen moet. Dan zijn wij van de partij en wij zijn niet zo heilig om te zeggen, nou we vinden het zonde, we doen dat niet. Dit is een zwaar, massief gebouw, een jong gebouw. In onze stijl modern. Maar als ze bij mij komen zeggen, nou dat oude huisje van 150 jaar moet ook weg, want er komt iets nieuws, nou dan doen we het ook. Maar dat doet meer pijn dan dit, neem ik aan. Nou ja, dan mag je bij eigen zeggen, dat is toch jammer dat het gebeurt. Maar er zitten natuurlijk andere dingen achter, die dan eigenlijk de keus maken of de beslissing, waar de beslissing van komt, ja het moet toch maar weg, want, nou ja, vul dat maar in. Maar dit lijkt me niet zo'n eenvoudige klus. Hoe begint u eraan? U ziet zo'n gebouw en zegt, nou... Nou, we zijn begonnen om eerst het hele gebouw van binnen schoon te maken. Dus alle binnenwanden, alle plafonds, alle radiatoren, verwarming, alle leidingen, alles op te nemen en weg te halen. Om een kaal, schoon gebouw over te hebben. Dat je alleen maar puin overhoudt, steen, hè? Beton en ijzer. Kijk, dat beton dat wordt afgevoerd, dat gaat naar de brekerinstallatie, dat wordt weer hergebruikt. Daar mag geen afval in zitten. Dus geen karton, geen papier, geen hout. Als wij het erin laten zitten, we gaan tuin slopen, dat kan natuurlijk ook. Maar dan heb je een partij puin liggen waar moet vuiligheid in zit. Ja, die vuiligheid zou je er toch uit moeten halen. Dat is natuurlijk logisch. Nou, ik maak het eerst helemaal schoon, veegschoon, tot het laatste papiertje eruit is. En ga tuin slopen. En u ziet ook alles. Je ziet alleen maar in dit geval nu nog puin en ijzer. Dit is een heel speciaal apparaat, zie ik, hè? Oh, dat is een hydraulische hamer waar we hakwerk mee doen. Hè? Kijk, zo kun je een heel gebouw kort en klein slaan. Kort en klein hakken, zo gezegd. Ja, de methode waar we vroeger veel mee werkten, dat was met een grote sloopkogel. Oftewel in de volksmond de beul. En dan sla je me heen en weer en alle kanten op. Dit is die... Dat is hier moeilijk, hè, want kijk, met beulen in slaap met zo'n kogel tegen een gebouw aan, dan spat dat alle kanten op. En we hebben hier publiek en burgers. En ik kan niet hebben dat hier een burger langskomt dat hij een kiezeltje voor zijn hoofd krijgt. Hè. Dan staat hij bij mij op de stoep. Dus... Dat lijkt me gevaarlijk werk. Dan staan die kranen staan daar bovenop. Hè. Ja. En voor hetzelfde geld dan vallen ze toch in één keer naar beneden? Nee, dat kan niet. Dat kan wel. Maar wij gaan natuurlijk eerst, als wij gaan beginnen, we hebben zijn werk aangenomen, dan ga je eens kijken. Wat kan dat gebouw voor weerstand, wat voor kracht heeft zo'n gebouw? Hoe sterk is zo'n gebouw? En je kan daar bovenop een kraan opzetten van 40 ton, van 50 ton. Dat kan hier niet. Dan zeg je, nou, dan zeker een kraan van 20 ton of maximaal 30 ton. Hoe krijgt u die kraan erop? Met een andere kraan. Er staat een grote bouwkraan van onszelf. Pakken we zo bij, zetten we zo op. Dus zeker op de bovenste verdieping. Nou, en dan de verdieping omlaag, en de verdieping omlaag. Dat hebben we van de woorden bekeken. Want je mag natuurlijk geen risico lopen dat het, die zaak omlaag komt kukkelen in één keer. Met alle problemen van die schade aan je machines en je mensen die er zijn natuurlijk. Gebeurt er wel eens wat of valt het mee? Nou, wij mogen, ik mag me gelukkig prijzen in de 60 jaar dat ik meeloop. 64 jaar. Is zo'n noodlot heb ik nog nooit gehad. Gelukkig. Nou, dat is natuurlijk een van de dingen in onze wereld, in onze branche. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega's. Je moet werk uitvoeren. Je moet het gebouw slopen, maar niet je mensen en niet je materiaal. En voorzieningen maken en zekerheid inbouwen. Dat er niks verkeerd kan gebeuren.
dan noodlot. Hè. Want elk ongeluk gebeurt omdat er iets niet voorzien is, iets niet doordacht is, iets verkeerd gegaan is. Achteraf zeggen, ja, daar hadden we aan moeten denken. Ik denk, nee, je moet niet achteraf denken, je moet van tevoren denken. Van tevoren denken, wat kan gebeuren als ik het links doe of rechts doe of omhoog of omlaag. Wat zijn de resultaten? Nou ja. Vroeger werd je natuurlijk veel meer met dynamiet, hè? Hebben we ook gedaan. In de oorlog, al die bunkers en zo. De bunkers is allemaal stringstofwerk. Lopende wand. Ik heb er honderden gesloopt. Door heel Nederland heen, overal. Direct na de bevrijding al begonnen. Ja, en dat heb 30, 40 jaar doorgegaan. En er staan er nog legio bunkers in Nederland. Verspreid in de steden, buiten de steden. Die dan weggaan voor wegenaanleg, voor stadsuitbreiding, voor nieuwbouw, noem maar op. En dus dat valt me voor, maar het is niet zoveel meer als 30 jaar geleden. Heb je veel reacties gehoord van mensen over dit gebouw? Helemaal niet. Alleen maar enthousiast. Dat het zo prettig gaat, zo rustig, zo ja. Ondanks dat het ook een grote klus is midden in zo'n centrum. Ja, ze hadden we zelf ook eens tegenaan te kijken en zeggen, hoe zal de burger dit vinden? Wat vindt hij ervan? Want die, nou ja, er staat toevallig een Vliet op, maar er kon ook een andere naam moest staan. Als het verkeerd gaat, dan zeggen ze, nou, de rotslopers, die maken stof, die maken gebaal. Dat hebben wij toch in onze wereld. Als er ergens geen dankbare klus normaal voor de buitenwereld. Nou ja, och, het is namelijk zo. Ik ervaar het dikwijls als je in een stad bezig bent. En er wordt een bouwwerk opgetrokken. Er staat de schutting omheen. En er wordt gebouwd. Dat duurt 3 maanden, 4 maanden. En in één keer gaat de schutting omheen en zeggen ze, god, er staat een nieuw gebouw. Klaar. Maar als wij komen, de eerste dag dat ze bij binnenkomen, dan is er stof en gebaal. En als we 2 maanden aan gang zijn, dan kijkt 2 maanden lang kijkt iedereen die er langskomt, die kijkt ernaar. Ja. Ja, oh, ze zijn weer aan het slopen. En nou ja, goed. Ik verkoop mijn haagje graag. Vindt u nou ook wel eens bijzondere dingen, zo in zo'n gebouw dat is gaat slopen? Jawel, hoe bedoel je, oudheden? Ja, zoiets. Jawel. Kijk, wij krijgen wel een groot object geslopen, of kleiner object ook. En dan zegt de architect of de principaal, ja, dat moet je eruit halen, dat wil ik houden. Of dat moet naar de opdrachtgever toe. En dat kunnen oude kozijnen zijn, dat kan dakpannen zijn, dat kan een oude schoorsteenmantel zijn, dat kan een speciaal plafond zijn. Nou ja, dan nemen wij dat van tevoren eruit. En dat wordt dan afgevoerd naar de opslagplaats van de eigenaar of van de bouwer, wie het ook is. Maar heb je ineens oude schilderijen of een sok met een ton erin of zo? Nee. Dat soort dingen? Nee, dat zijn leuke verhalen, maar dat gebeurt niet. Maar dit wordt meegemaakt, we sloten eens een oude bioscoop. En er stond bij de ingang een ingangshokje waar de portier zat, die had de kaartjes verkocht. Dat ding was in Utrecht. En toen werd het hokje geslopen, er werd een hele hoop klein geld lachen. Het was tussen de gleuvings doorgegaan. Ja, dat vind je wel, ja. Nou ja, dat doe ik een aardigheidje voor de jongens. Maar ja, dat zijn geen 100, dat zijn tientallen gulden. Ja, heb ik aan zelf ook op die kranen gestaan, maar dat doet hij niet meer natuurlijk nu. Helemaal niet meer, ja goed. Kijk, ik ben vroeger begonnen als kleine jongen, snotneus, met de hand slopen. Elk gebouwtje wat we sloopten, dat werd met de hand gedaan. Want vroeger had je geen kranen, je had totaal geen gereed. Je had een voorhamer, hè, en een bijtel en een tang. En een snijapparaat om te snijden. Nou, dan begon je maar. En alles ging met de hand. Dus het werd met de hand gesloopt, het werd met de hand geladen. Het ging op in schepen of het ging op vrachtwagens. Alleen in de loop der tijd, en dat is wel begonnen, laten we zeggen, hoofdzaken na de oorlogsjaren. Dan kreeg je hulpmateriaal. Dus allerhande soorten kleine kraantjes, steeds grotere kranen. En die kranen zijn oorspronkelijk gebouwd voor grondwerk. Maar wij denken dat we praktisch zijn en zeggen, nou, we moeten die kranen zo bouwen dat je van alles mee doen kunt, dus ook slopen. Hè? Dus niet alleen het laden en uit elkaar trekken, maar onder andere zo'n hamer eraan bouwen voor te hakken. We hebben ook kranen. Er zitten grote stalen krusjes aan waar de beton mee stuk knijpen, fijn knijpen. Dat is een product dat is, oorsprong komt uit Japan vandaan. Ik was een keer op Japan op een reis. En ik zag zo'n kraantje staan met een ding eraan, een apparaat eraan. Ik denk, wat is dat nou voor een ding? Dus ik heb me daarin verdiept en gekeken wat het was. En toen bleek dat het was om beton kapot te knippen. Ik ben er verder gegaan en nog eens een keer terug gegaan. En toen heb ik een stel van die krusjes gekocht. En aan zo'n kraan gehangen, nou, en een betonbalk van 50 centimeter breed of dik, knijpen wij zo stuk. Dat is ongelooflijk. Hoe gaat het met gaat wat voor kracht gaat dat? Nou, er zit een hydraulisch op de kraan, zeg maar zeggen. Nou, dan maken we een drukkracht van 300 ton. Nou, dat is natuurlijk enorm. En als je het ook ziet, dat gebeuren, dat verbrijzelen, het vergruizen van het beton,
Nou, dat is fenomenaal. Iedere keer weer als ik het zelf zie op een berg, op een object van ons, dan denk ik, godverdomme, dan moet je eens even kijken. Hè. Tegenwoordig kan bijna alles, denk je? Ja. Je ziet in Amerika ook hoe ze die gebouwen opblazen met dynamiet. Zo'n hele flat tussen twee andere flats in. Ja. Dat heeft in Nederland ook wel eens gedaan? Dat is heel spectaculair. Alleen kost verzinnen veel geld. Zeg, een kerk, economisch is het niks waard. Niks waard. Een jaar of 10 geleden was hier zo'n kerk die gesloopt werd. Mm-hmm. Nou ja, goed. Ik heb het ook eens een keer gedaan voor de gein. Ja, nou, in één keer zo'n ding plat gooien. Maar dat kost ineens zoveel als dat ik zeg, nou had ik het op deze methode sloop. Kijk, en ik ga niet op pad voor de lol. Ik ga op pad voor de winst. Dus waarom zal ik een object 8000 gulden uitgeven als ik het voor 6000 gulden klaar kan krijgen? Hè? Want dit is uiteindelijk de portemonnee waar je voor je uit je bed straks morgen is. Dat is helemaal een familiebedrijf wat u heeft. Hè? Uw zoon neemt het weer over. Uw vader was ook sloper. Mijn vader is ermee begonnen, ja. Toen ik heb hier in Amsterdam op school gezeten, de overkant van Dij. En ik was daar in pensioen bij zusters, bij nonnen. Want mijn vader was schipper, die was varende. Dus ik moest er nog wat leren. Toen heb ik 3 jaar gezeten daar. Toen had ik dan de 4 klassen van de lagere school doorgelopen. Toen had ik dan genoeg geleerd volgens mijn vader. Toen kwam ik van school af, thuis. En toen hadden we het eerste werk in Haarlem, hadden wij een sloopwerk. Ik zat smalens morgens om 6 uur zat ik op dak, het dakpannen eraf halen. Toen was ik 11 jaar. Nou ja, dat is alles zo gebleven, het is altijd doorgegaan. En ja, goed, in Haarlem, Zaandam, Amsterdam. En toen zijn we naar Utrecht gegaan. In 31, 32. En daar zijn we blijven hangen. Daar hebben we ons toen gevestigd. Nou, daar woon ik in een hele groot bedrijf. Dat is gewoon, die ontwikkeling gaat gewoon door natuurlijk. Dus wij hebben natuurlijk in onze... Hoe vindt u deze tijd sowieso? Even beschouwelijk gezien. Interessant. Ja? Boeit mij, ja. Trekt mij aan, ja. Dan moet je natuurlijk de omstandigheden die erbij komen, die wij niet willen, die u niet wil, die ik niet wil. Dat is helemaal zo, ja. Dan kan ik overal zitten mopperen en zitten klagen. Ik verander er toch niks aan. Ik kan alleen proberen om de gemeenschap, waar ik mee in aanmerking kom, om die het goede voor te houden. Ja. En ga er niet elke dag zeggen, ja, maar vorig jaar vroeger deden we dit en vroeger deden we zus en zo. Dat kan je wel zeggen, maar niet altijd negatieve, want het heeft geen zin. Ik heb mezelf, als ik u een verhaal vertel wat vandaag slecht is, dan denk ik, ja, dat ken ik al, dat hoef ik niet meer te horen, maar dat kan je elk uur horen. Dat kan je elke krant lezen. Ik probeer positief te benaderen. Hè? Ik zeg, nou ja, goed, het is helemaal zo, maar wees jij dan zelf, of mensen waar je mee omgaat, je personeel, probeer die voor te houden, dat het ook anders kan. Hè? En dat houdt in het omgaan met je medemensen. Hè? Het begrip van mijn en dijn. En dat betreft personeel tegenover mij, maar het betreft ook voor mij van mijn tegenover mijn personeel. In de meest uitgebreide zin. Hè? En dan kun je natuurlijk heel erg uitweiden. Dan kun je ook ja, simpele met simpele dingen, met hele volkomende gevallen aangeven. Waarom doe je dat nou zo? Kan dat niet zo? Ja. En dan constateer je, als je iets zegt tegen de domste man, tegen de domste jongen, dat hij aan het denken zet. Dan zegt hij, ja, er zit toch wat in eigenlijk. Hè? Het kan ook leuker, het kan ook gezelliger, het kan aangenamer zijn. Een van uw doelen. Nou, ja. Hoor je een hoop lawaai hier. Hè? Is dat niet slecht voor uw oren geweest in uw leven? Nee, ik heb er heel erg van. Maar kan wel wat hebben dus. Ja, denk ik wel, ja. Ja. Wat ik vond toen ik vroeg als kleine jongens, nou ja, ik was 13, 14 jaar, op een werk kwam. En wij kwamen op een object waar al gewerkt werd, de aannemer en zo. Heb ik meegemaakt dat wij in een winkel binnenkwamen, met z'n tweeën, met z'n drieën. En ik zei, meneer, ik kom hier, ik ben gestuurd, sowieso. Ik moet, jongens, hebben de slopers, berg even je gereedschap op. Dat dacht ik, dat is toch wat, dat je... Als sloper binnenkomt en dat er gelijk een inbreker of een boef of weet ik wat schavuit binnenkomt. We werden als woonwagenbewoners typen ze zo afschuldigd. Ja. Ik heb me eigenlijk op dat moment gezworen. Ik kan de straat nog aanwijzen waar het was. Dit zal ik veranderen. Als ik mag beleven dat ik in deze wereld mag blijven werken. Zij klein, zij groot, hoe dan ook. Dat weet je niet als 12-jarige jongen. Dan zal ik dat veranderen.
Maar het vak ziet er natuurlijk uit als een beetje macho-achtige kerels die dat heel sterk en alles afbreken met hamers en zo. Dat is natuurlijk een blik van buiten, hè? Ah ja, dat valt wel mee. Dat nou verandert. Het is natuurlijk zo, iedereen kan geen timmerman zijn en iedereen wil geen timmerman zijn. Of geen elektricien, maar die moet toch zijn brood verdienen. En de jongens die houden van deze wereld. En dat hoeft niet met schelden en vloeken en tieren te gaan, dat kan normaal. Maar de jongens houden van de buitenlucht, die houden van vrijheid. Ze hebben de vrijheid op zijn kraan. En die machinist is een zelfstandige ondernemer. Ja. Die krijgt van zijn baas opdracht, dat moet weg. En dat ga je dan. Dus die jongen die vindt het een eer om iets te maken. Althans, wat op te ruimen. Hè? En dat kan hij. Hij heeft zo'n stuk gereedschap dat hij zo'n gebouw kan slopen. Als je nou zo'n gebouw moet slopen, maar je moet alles bewaren, doet u dat ook? Ja. Ja, zeker. Een stukje voor stukje afbreken? Ja, ja, dat gebeurt ook, ja. Dat is heel mooi natuurlijk, alleen het is verschrikkelijk kostbaar. Maar ja, als de opdrachtgever, en wie het ook is, of dat nou een burger is of de gemeenschap, dat er voor over heeft, die vindt dat het waard om het weer te kunnen gebruiken, te kunnen herplaatsen, dan kan dat, dan doen wij dat. En dan hebben we ook weer, wij hebben een grote groep mensen in dienst. En je hebt mensen die met grote voorramen kunnen werken. En je hebt mensen die met een stootijzer alles kunnen, weg kunnen halen. En dat er niks aan gebeurt, niks aan beschadigd. Dat is gewoon ook, ja, zuringen, dat leer je in de praktijk. Ik heb zelf ook wel dat je in een gebouw komt. En dan moeten speciaal dingen eruit gehaald worden, voorzichtig. En als die jongen bij je denkt, oh jongen, waarom doe je dat nou nu zo? Hè? Nou ja, dan zeg ik, mag ik het eens proberen, laat ik het eens doen. Nou, dan doe je dat. God, ja, zo kent het. Nou, zo moet jij het nou doen. Zo moet je het doen. Heb je nou gebouwen gezien in Nederland waar je zelf van zegt van, nou jongens, geef mij die klus maar, want dit is niks. Lelijke gebouwen. Dat ik vind dat ze weg moeten. Ja, die zijn er zat. Ja? Ja, die zijn er zat, ja. Noem maar eens één. Een nieuwe belastinggebouw in Amsterdam bijvoorbeeld. Nou, vragen we wat. Ja. Nou, kijk, wanneer vind ik in zo'n gebouw aan de orde als er een oud gebouw is en het is verwaarloosd? Hè? Dat er in geen tientallen jaren onderhoud aan gepleegd is. Dat het schots en scheef erbij hangt. Hè? En dat het geen economisch gebouw is wat bruikbaarheid betreft, wat indelen betreft. Dan zeg ik, nou, dat ze zo'n ding niet opruimen, is voor mij onbegrijpelijk. Goed, zullen we rondlopen daarin? Ja. Je kwam niet 's morgens nog mensen tegen die in de gebouwen sliepen? Ja, die hebben we ook, hè, van die mensen, een stuk of zeven. Maar die zijn er allemaal zijn ze toch uit eigen weg gegaan. Dus. Ja, en we hebben er geen last van gehad eigenlijk. Dus. Ze gingen wel vrijwillig weg. Vrijwillig gingen ze elke keer, dan schoven ze eigenlijk vanzelf op. Ja. Tot het gebouw zover is en dan zijn ze eruit gegaan. Dus. Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf? Totaal en 100 man. Dat is ongeveer groot, hè? Ja. Ik heb afdeling, dat bij ons de containertransport, containeraandeling. Dus het is containerbedrijf met al die bakken die in de stad staan, in Amsterdam en in heel Nederland. Waar ik weliswaar de eerste was in Nederland, in 1960. Daar ben ik ermee begonnen. Dat systeem, dat heb ik toen kunnen bedenken. En daar is uitgegroeid afval, huishoudafval, bedrijfsafval, bouwafval, chemisch afval. Ziekenhuisafval, dat is een aparte poot, dat is de Vervliet groep. Dit is Vervliet bedrijven en daar valt sloopwerk onder, daar valt de handel onder. Dus materiaal, gebruikte materialen, hout, ijzer, alles wat uit een object voortkomt, dat valt onder sloopwerk. Afdeling container van de Vervliet groep, daar valt alle soorten afval onder. Het gemeenste en het gekste trouwens. En daar hebben we gewoon specialisten voor in dienst die dat benaderen en begrijpen. Dus per sloopwerk een object opgedragen waar dat soort voorkomt, wordt de andere groep ingeschakeld. Jongens, ga eens kijken. Hè? Wat zit hier voor risico's aan? Wat kunnen we ermee doen? Wat moeten we voorzieningen moeten we treffen? Nou, dat gebeurt ook allemaal. En dat is, we kunnen stellen dat u een gepassioneerde sloper bent. Dat durf ik te zeggen, ja. Ik wou u hartelijk danken voor het gesprek. Oké, graag gedaan.